Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers. In dit programma maken we met een chef uit de regio in het decor van de Hanos ISPC een smakelijk gerecht. En we leren ook weer een bijzonder persoon kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad. En deze week is bij ons de gast Ton Kleemans. Hij staat al naast me. En Ton is werkzaam bij de Atea Groep. Ja, en is mede-organisator geweest van het, en dat is een hele mond vol, Participatienetwerk Event 2016. Helemaal. Wat afgelopen 6 oktober in de Grote Kerk plaatsvond. Ja, klopt. Leuk dat jij hier bij ons te gast bent. Nee, bedankt voor je uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Ja, wij zijn heel benieuwd naar jouw smaakmakende bezigheden in de stad. En het Atea, niet het Atea, maar het participatienetwerk evenement. Wat jij dan vanuit jouw rol binnen Atea hebt mede georganiseerd. Ja. Kan je mij vertellen waarom dat nu al voor de derde keer georganiseerd wordt? Ja, voor de derde keer, omdat het gebleken is hoe we de eerste keer gedaan hadden, 3 jaar geleden. Het is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen de 3 SW-bedrijven, vandaar ook West-Brabant, Go, Oosterhout, VVS Groep, Roosendaal, Bergen op Zoom, Hilbert, Westhoek en Atea, Breda. Elke dag van die ondernemer, die moet wat meer in het zonnetje gezet worden. Er zijn gelukkig heel veel ondernemers die werken met mensen uit onze doelgroep, uit de participatiewet. En dan is het goed dat... En dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daar laten mensen kansen liggen. Dus zoveel werk voor die mensen. Dus vandaar dat we nu echt begonnen zijn 3 jaar geleden om ze in het zonnetje te zetten, te nomineren. En dat is inderdaad afgelopen 6 oktober voor de derde keer geweest. En het was een heerlijk evenement. Ja, nou, ja. Super. In dit programma, maar je kent het, want ik heb begrepen dat jij zelf een koksopleiding hebt. Dus dat klopt, dat gaan wij zien. Gaan we de keuken in en dat doen we met Fabian Muntslag van Jan en Alleman. Jan een heel leuk lunchcafé in de stad. Ja, bekend hè. En ik wil je graag uitnodigen om de handen uit de mouw te gaan steken en naar Fabian toe te lopen. Gaan we doen. Ja? Oké. Okay. Gaan we die kant op. Dag Fabian, hey, hartstikke leuk jou hier te zien. Ja, goed. Ja? Mag ik je voorstellen aan Ton? Top. Ja, jullie kennen elkaar. We kennen elkaar, ja, zeker. Ja. Het is leuk om misschien te vertellen dat jij hebt een stukje catering met jouw zaak opgenomen tijdens dat participatie-event. Ja, mooi evenement in de Grote Kerk met 6 verschillende cateraars, een samenwerkingsverband gemaakt en uiteraard met Fabian erbij. Ja, nou, ja, hartstikke het was, leuk. Heel mooi, heel mooie locatie ook. En dichtbij bij jullie, relatief in het centrum misschien. Ja. Want kan jij wat vertellen over jouw, jullie noemen het het leukste lunchcafé van Breda? Ja, dat klopt ook. Het is een bijzonder lunch bij ons. We hebben mensen met een verstandelijke beperking die werken bij ons in de bediening. En die verzorgen het eten, zeg maar. Ik kook en hun doen alles erbij. Oh ja? Dus alle bediening? Ja, alle bediening en ze zijn wel onder begeleiding. Ja? Maar ze doen echt alles in de bediening. Dus van de tafels opnemen tot eten wegbrengen, mensen verwelkomen bij de deur. We doen aan feesten en partijen, dus ook met feesten en partijen draaien ze mee. Drank lopen, Het kan dus. Dat is een voorbeeld van mensen met een verstandelijke beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Een plek geven en mee laten doen. Ja, absoluut. Ja. Nou, hartstikke leuk. Want het kan heel goed. Ze werken zelfs in de keuken mee. Dus, werken misschien wel harder. Ja. En je krijgt heel veel voor terug. Ja. Dus dat is heel mooi. Voelt ook als heel dankbaar. Ja. Wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag, omdat het een beetje herfstachtig weer is, we gaan een pompoensoepje maken. Met geroosterde amandeltjes. En misschien een stukje brood als ze hier een leuk stuk brood hebben. Een leuk stukje gegrild brood erbij. Nou, klinkt lekker. Ja, toch? Ga ons voor. We gaan winkelen. Nou, kom op dan. Laten we gaan. De pompoenen. Het is herfst nog steeds, hè? Dus ik wil het liefst die hele grote. Dan heb jij heel veel werk, of niet? Dan heb ik heel veel werk. Voor de soep gaan we een mooie fles pompoen pakken. Ja. Die kan je koken met schil. Dus dat is echt super handig. Dus schil kan handig. Je hoeft hem niet te schillen, hè? Je hoeft hem niet te schillen. Ideaal. Dus geen oranje vingers. Nee. Niet allemaal stoeien met een mes.
Dus die pitten zo meteen en dan klein snijden. Nou, helemaal goed. Dan nemen we hem mee. Ja? Heb jij even hem op de kar te zetten? Zullen we hem helemaal meenemen? Ja. Goed. Gaat het? Ja. Moet ik niet meer doen? Nee, nee. Dat was de eerste keer. Oké. Okay. Ja, gaan we door naar de... Hey, zo. Hey, Fabian. Alles goed? Alles goed. En jou? Jij mag lekker koken vandaag? Ja. Mooi gerecht maken? Ja, ik ga een pompoensoep maken. Oh, lekker. En dan zoek ik eigenlijk een leuk, lekker broodje bij, dat een beetje bij het herfst past. Dan heb ik een heel mooi zuurdesembrood. Een hele mooie krokante korst. En er zit namelijk al wat pompoenpitten in. Sesamzaad en een beetje lijnzaad. Dat is op steen gebakken. Dus wil je anders een stukje proeven? Nou, lekker. Ja. Ziet er wel goed uit. Heel mooi. Mooi. Ja, alsjeblieft, jij eerst. Dankjewel, jong. Alsjeblieft. 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 Ja? Alsjeblieft. Ja. Lekker, die pitten in die korst. Super lekker. Hier is dat, kan je dat hier nog afbakken? Afbakbaar. Afbakbrood. Ja, hoe noem je dat? Afbakbrood. Ja. Ja? Ik moet nog eventjes zeggen over een minuutje of zes. Een lekker kampusje. Ja. Nou, met de pompoen. Bitjes. Ja. Kijk eens. Dankjewel. Heel veel succes ermee. Dankjewel. Een brood om je arm. Hè? Zal ik hem erbij doen? Ja, helemaal goed. Ik heb mijn mond vol. Hebben we alles, Fabian? Ja, volgens mij wel. Want dan heb ik eerst mijn mond leeg eten. En dan ga ik je alvast naar de keuken sturen om het een en ander voor te bereiden. Want wij gaan nog even een glaasje wijn proeven. Hoop ik, of bier. Of... Ja, dan mis ik weer. Ja? Ah, we nemen hem mee. Nou, oh, dat is mooi. Dus gelukkig. Goed, ja? Ja. Zien we jou zo. Goed, neem deze mee. Neem jij de kar mee. Dag Stefan. Hallo, welkom. Hoi Tom. Hey, goedemiddag. Middag. We komen een lekker glaasje witte wijn proeven. Daar zijn we aan toe. Keurig. Iets wat bij pompoensoep past. Ja, ja. Ja, het leuke van soep. Kijk, soep is al, ja, het is al vochtig natuurlijk. De soep en wijn, maar in dit geval kan dat heel goed hoor. Wat heb ik uitgekozen voor jullie? Van het huis Peter Zemmer uit de Alto Adige, dat is het noordelijk gebied van Italië. En Pinot Grigio. Of het zuidelijk gebied van Oostenrijk. Ja, inderdaad. Ja, dat loopt mooi in elkaar over inderdaad. Hè. Nou, het is daar prachtig. Hele mooie wijnen komen daar vandaan. Peter Zemmer is een heel kundig man. Eigenlijk alles wat hij maakt, zowel op rood en wit, dat is heel zuiver, heel elegant. En dat doe je nooit fout aan. Wow. We gaan kijken. Dit is de Pinot Grigio. Openen die fles. Zin in. Zo is het. Ja. Dit is de Riserva serie. Dus betere wijngaarden, betere druivenselectie. Een opvoeding van 12 maanden op eikenhout. Ook in het groot verkrijgbaar. Ja. En hoe heet zo'n formaat? Magnum. Magnum. Dus nooit Magnum zeggen. Magnum. Want dat is een ijsje. En dat is 2 liter? Anderhalve liter. Oftewel 2 flessen. Ja. Zo, kijk. Ik wil jullie blij maken. Ben je een beetje een wijndrinker? Ja, wel een liefhebber eigenlijk. Dames en heren, misschien raar. Maar dat moet je zeggen, ik wijndrinker. Veel Duitse wijn vind ik vaak lekker. Oh, okay. Zit tegenaan, hè? Ja, Oostenrijk. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo. Italiaans. Wordt Duits gesproken in ieder geval, dus. Ik ben ja, benieuwd. Ja, wordt er Duits gesproken? Ja? Jazeker, ja. Met Bolzano. Ja, toch? Precies. Ja. Ik vind er zelfs een beetje iets tegen sherry'igs in zitten. Oh, oké. Okay. Ja. Of ik snap wel wat je bedoelt. Fruit, iets, ik weet niet. Ja. Nou, drink ik zeker niet verkeerd. Een beetje gistig. Ik drink ook niet elke dag sherry natuurlijk, maar er zit iets gistigs in. Ja. Nou, ik vind het hartstikke lekker. Mooi. Dat is heel erg. Super. Zullen we deze meenemen naar de keuken? Goed plan. Gaan we kijken of we Fabian daar ook blij mee kunnen maken. Hè? Ongetwijfeld. Dat zal best. Nou, ik ben benieuwd naar jullie bevinding straks na de combinatie. Dus. Ja, wij ook. Alsjeblieft, die is voor jullie. Dankjewel weer. Goed zo. Dag. Jo, dag. Nou Fabian, ik heb iets gescoord. Tjoh. Bij wijnafdeling een lekkere fles. We hebben hem al mogen keuren. Okay. Heerlijke droge wijn. Het Tirolgebied, Oostenrijk, Italië. En ik heb me laten vertellen, hij past uitstekend bij de pompoensoep. Dus ik ben benieuwd. Moet lukken? Ik ben benieuwd. Hebben jullie geluk? Ik zet hem wel even koud voor jullie.
Dan kunnen jullie aan de slag. Hè? Dan laat ik jullie succes. Dankjewel. De schort maar aangetrokken, want jij gaat mij aan het werk zetten, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. En aangezien jij je goed kan redden, hebben we, even kijken, de biefstuk hebben we, of de boshaai die erbij. Pepertje en een knoflook. Oké. En dan de kleine alje fijn snipperen. Ja. Pepertje schoonmaken, teentje knoflook erbij. En de middelste van de boshaai. We gaan ermee aan de slag. Ja. Leuk. Oké. Oh, gezellig. Ha, straks gewoon met jou in de keuken, zeg ik. Ja. De keuken is altijd leuk, hè? Tom. Nou, soep, ik had wel lekker. Echt een soepliefhebber eigenlijk wel. Ja? Voornamelijk ook de wintersoepen, bruine bonensoep, zalig om te maken en om te eten natuurlijk. En ertsoep maak je zelf vers of die koop je? Ja, nee, dat soep doen we altijd wel lekker zelf maken. Ja. Maar als je het hebt over echt thuis koken, dan moet ik toe bekennen dat ondanks dat ik een beetje keukenachtergrond heb, mijn vrouw een betere smaak heeft dan ik. Dus echt waar? Ja, die maakt het lekkerder. Maar als we bijvoorbeeld eters krijgen, of een eetclubje, dan duiken we samen de keuken in. De opmaak is meestal mijn plekje. Dat is jouw ding. Jij zorgt dat het er mooi uitziet op het bord. Ja. En zij, dat is ook heel belangrijk. Dat is een goede combi. Als eten mooi opgemaakt is, eet ook wel lekkerder. Het ziet er wel lekkerder uit ook. Nee, dat lukt altijd wel. Maar goed, bij jou lukt het ook eigenlijk zo te zien. Ja. Af en toe kook ik nog wel eens. Ja. Nou, we zeiden het net al, vorige week een geweldig evenement gehad in de Grote Kerk. En dat was voor jou denk ik ook hartstikke leuk om daar aan te participeren. Ja, ik vond het heel leuk om te doen. En het bijzonder personeel bij ons, die vonden het ook helemaal geweldig. Die waren echt aan het genieten. Een mooie locatie, mooi met lampen en gewoon het bedoel. Hè. Het is echt wel belangrijk, zeg maar, omdat mensen ook gaan zien dat iedereen kan gewoon meedelen erin. Dat zei ik net, dat kan dus wel, hè? Ja. Je moet er gewoon even een beetje geduld voor hebben en je moet het, tijd. Nee, het is voor ons ook niet de makkelijkste keuze om 6 partijen uit te kiezen die gezamenlijk de catering mochten doen in de Grote Kerk. Maar wel een hele bewuste keuze. Ja, en dat jij natuurlijk boven dat lijstje stond. De manier waarop jij met jouw mensen omgaat, dat was bij ons natuurlijk al langer bekend. Ja. En dat is mooi. Ja, dat is echt wel heel... Ik gooi hier alvast een beetje olie in. Dan kan je je uitjes er zo in doen. En je pepertje die kan erbij. Dan doen we die alvast een beetje opzetten. Hoppakee. Kijk. Ja, een lekker speciaal olietje gemaakt. Zit te kijken, is het al kruiden in de olie? Ja, dus, gewoon een olietje alvast een beetje op smaak met knoflook en een beetje kruiden doorheen. Een beetje de extra bijten doorheen te geven. Ja. En je voelt al... kijk eens hier. Je zegt dat ik kan snijden, maar jij ook hoor. Ja, van zijn nog niet. Ik kan het in mijn vingers snijden. Ja, dat is ook weer zo. Ja, die kan er ook bij. Maar het was een geslaagde avond. Het doel was natuurlijk om de ondernemers goed in het zonnetje te zetten, zij die het verdienen. En wat we dit jaar bewust gedaan hadden, ook het onderwijs erbij betrekken. Ja. Heb je dan zelf mee mogen maken, er ook twee partijen uit het onderwijs die de catering mee hebben gedaan. Ja. Ik denk van, dan is het een mooi gezelschap geweest. Ja. En wat je zei, die Grote Kerk blijft natuurlijk een bijzonder gebouw. Heel bijzonder. Ja. Het is heel mooi om in een kerk je kookkunsten te mogen laten zien. Ja. Dat is echt wel, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Nou, ik denk dat wij zo klaar zijn met dat soepje, jongen. Ja, dat zag ik al. Dat er zoveel snijkunsten aan te pas kwamen. Nou, kunsten wil ik niet zeggen, maar... Ja, als je een paar jaar in de keuken staat, dan kun je natuurlijk niet van bloemen, dan moet je dat laten zien. Dan ga je ook je hand automatisch zo houden. Dan kan ik jou toch aan blijven kijken. Ja, dat doen we niet. En de assenvingers nog, hè? Dat wordt een bloedbad. Alles in één pan. Uien, shallotten, pompoen. Ja. En dan, wat gaat erbij? Bouillon, water, Bouillon gaat erbij, water gaat erbij. Zo, de uien slaan op mijn ogen. Een knoflookje gaat erin. En dan gaan we zo meteen in een ander pannetje gaan we de amandelschaapse een beetje bruin maken. Ja. Dit gaat bij elkaar, dat wordt gekookt. En eerst aangebakken.
En dan, dan wordt er gekookt, wordt gepureerd en dan komt er zo meteen de amandels bovenop. En dan het lekker stukje brood wat we gehaald hebben. Nou, dat klinkt heel goed. Ja. Echt passend bij het gure weer buiten. Ja, ja, klopt. Maar kan je dat verder alleen verder af, Fabian? Want dan ga ik toch alvast eventjes meenemen aan tafel. Lastig. Kijk, ik laat het lekker voor jou liggen. De knoflook, ja, 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 ja. En de uien slaan helemaal op mijn ogen. Succes, ik geef voorover op de soep, jongens. Ja, zie je zo. Hoi. Hoi. Op 6 oktober, jongsleden, vond in de Grote Kerk in Breda het participatienetwerkevenement plaats. Tijdens dit evenement werd de participatieprijs voor 2016 uitgereikt. En het doel was om onderwijs, ondernemers en overheid sterker te verbinden en te laten geloven in arbeidsmarktparticipatie. We kijken naar wat beelden. Ook dit jaar vindt weer het participatie-evenement plaats in de Grote Kerk in Breda. Maatschappelijk betrokken ondernemingen komen in aanmerking voor de participatieprijs 2016. En vandaag wordt bekendgemaakt wie deze prijs wint. Ik sta hier met de juryvoorzitter voor de participatieprijs 2016. Zou eerst kunnen uitleggen wat de participatieprijs inhoudt? De participatieprijs houdt in dat we een van de ondernemers die genomineerd zijn extra in het zonnetje zetten op het feit dat zij zoveel gedaan hebben om mensen uit de doelgroep een plek te geven in de maatschappij op een arbeidsniveau. Hoe zijn jullie gekomen tot de nominaties voor deze prijs als jury? Nou, dat was best wel een uitdaging, want er waren 9 genomineerden. Die genomineerden zijn door de SW-bedrijven genomineerd. En wij als jury hebben daar dan een winnaar uit moeten kiezen uit 3 finalisten. Dat was het plan. Maar het was zo moeilijk kiezen, want ze hebben natuurlijk allemaal ontzettend goede bijdrage geleverd. Dat we uiteindelijk zijn gekomen tot 4 finalisten. En uit die 4 finalisten hebben wij dan 1 bedrijf gekozen. Ja, wat waren de criteria om te winnen? Er waren 3 criteria. En de eerste criteria was hoe zijn de mensen uit de doelgroep binnen de organisatie waar ze zijn gaan werken geïntegreerd. De andere criterium was hoe is de samenwerking met het SW-bedrijf. En het laatste criterium is hoe heeft de ondernemer als het ware kenbaarheid gegeven en openheid gegeven. Laten zien waar hij mee bezig is naar buiten toe. En het bedrijf wat we zo meteen nog gaan zien, wie gaan winnen, die voldeed dus aan alle criteria? Ja, nou in principe voldeden ze allemaal aan de criteria. De een wat meer op het een en de ander wat meer op het ander. Maar de winnaar heeft echt heel duidelijk op 1 vlak zichzelf onderscheiden van de rest. Dus, daar gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor? We gaan langzaam over naar de bekendmaking van de winnaar van de participatieprijs 2016. En de winnaar van de participatieprijs 2016 is Forever Direct. Waanzinnig moment, hè? Echt oh, wat heerlijk, hè? En we weer doen, hè? Precies. Ja, samen. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met de prijs. En dan is het natuurlijk de hamvraag, de eerste reactie. Ja, enorm onder de indruk uiteraard en heel blij voor het hele team. En ja, we hebben het samen met de WVS en het hele team gedaan. Wat denkt u dat de doorslag heeft gegeven dat u de winnaar bent? Nou ja, zoals ze zei, ik ben het er wel mee eens. We doen het heel breed en het zit ons echt in het DNA. Het verrijken van iemands leven, dat is de passie van het bedrijf. Dus het past heel erg bij ons. Schort uit, aan tafel. Ja, ja. Dat zag er professioneel uit. Als dat evenement net zo professioneel in elkaar zat, dan zal dat vast heel erg leuk geweest zijn.
We zagen net wat beelden van ik zeg het niet weer, maar van dat mooie evenement wat jullie in begin oktober hebben georganiseerd. En ik zeg iedere keer mede-organisator, want je hebt dat met meerdere partijen. Ja, je doet iets nooit alleen. Nee. We hebben een heel klein clubje samengesteld binnen de Atea Groep, maar we doen het eigenlijk met 3 SW-bedrijven. SW, want ik denk voor de sociale, kijker. Ja, inderdaad, sociale werkvoorziening, ja. Go Oosterhout, Atea Groep. En WVS Groep. Het zijn de 3 SW-bedrijven van West-Brabant. Ja. De participatieprijs West-Brabant. Derde keer dat het georganiseerd werd. En we doen het omste beurt. Dus dit jaar waren wij aan de beurt. En ik mocht de kar trekken. En het was heel leuk om te doen. Nou zeker. En op een pracht locatie. En we zagen hele mooie beelden van een engel die neerdaalde en zong. Zij gelooft in mij. En dan geloof met 3 O's. We horen iedere keer. Geen schrijffout. 3 O's. De O van de ondernemer. Want daar gaat het om. De overheid, daar heb je als wet mee te maken. En ook bewust de O van het onderwijs erbij. Ja. Ja, mensen van het onderwijs die moeten zeker bij ons aansluiten. En wij zoeken hun ook op. En vooral mensen die op heel basic onderwijs zitten. Krijgen een mooie opleiding, soms een stukje stage. En daarna vallen ze weg. Ja. Komen vaak niet aan de bak. Dus maar ik denk dat het wel heel fijn is om nog eventjes te weten. Want Atea is dus het voormalige BSW. Breda Sociale Werkvoorzieningen. Ja, klopt. En jullie... We zijn nu veel breder geworden sinds de participatiewet. Ja. En alle mensen die zeg maar onder de participatiewet vallen, die kloppen bij jullie aan. Ja. En die zijn op zoek naar werk en jullie helpen hen daarbij. Ja. Jullie trainen ze en jullie detacheren deze mensen. Ook. Kan zijn detacheren, groepsdetachering, individuele detachering. Dat kan ook zijn mensen gewoon opleiden, doorplaatsen, stage laten lopen en uiteindelijk gewoon een echte baan. Ja, nou ja, voorbeeld van bij Fabian in de zaak is natuurlijk geweldig dat dat kan. Ja. Dus het was een logische keuze dat hij een van de ondernemers was die de catering mee mocht verzorgen in de grote kerk. Ja. En het is jouw rol dus binnen Atea met allerlei verschillende, want je hebt me daar van alles over verteld, maar om arbeidsmarktparticipatie, dus het doel daarvan, eigenlijk op de agenda te krijgen bij die 3 O's. Ja, bij de ondernemers. Zorgen dat het leeft. Gelukkig zijn er al veel ondernemers die echt veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben, maar nog lang niet voldoende. Nee. Er zijn er nog honderden die thuis zitten te wachten en die willen wij aan het werk helpen. Ja. En dus bij alle ondernemers aankloppen, evenementen bezoeken. Goed rammelen dat men wakker wordt en wakker blijft en mensen moeten geplaatst worden. Ja. En kan je een voorbeeld geven, want de winnaar was Forever Direct. Ja, Forever Direct. Een logistiek dienstverlener tegen Oud-Gastel, Roosendaal zeg maar. Dat is heel mooi om te zien. Ook daar zitten gewoon ruim 100 mensen vanuit de doelgroep die daar werkzaam zijn, dag in dag uit. Nou, het filmpje misschien nog iets van mee kunnen krijgen. Ja. Ja, dat is echt geweldig. Ook op allerlei plekken. Ja. Door de hele organisatie. Er wordt wel eens verkeerd gezegd van die mensen kunnen alleen maar de eenvoudige werkzaamheden. Ja. Nee, van hoog tot laag, alles. Ja. Iedereen heeft een specialiteit. En ik zeg altijd, zet mij niet op de directeurstoel, dan hou ik maar 1 dag vol. Dan zak ik ook door het ijs. Ja. Maar andere functies kan ik er wel invullen. Nou, het telt ook voor die mensen. Ja. Oké, okay, nou ja, dat is wel, dat denk je wel vaak. Want het is allemaal zo, het heet een arbeidshandicap, een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, de wet is niet uit te leggen, je struikelt over de afkortingen, over de moeilijke woorden en van ja, zeker, hoe ja. zit het nou. Wij hebben er zelf al moeite mee om het allemaal goed te begrijpen. Maar het is gewoon een maatschappelijk probleem en daar moeten we met z'n allen hard aan trekken. En vandaar dat je ook wel eens leuke dingetjes mag organiseren, zoals ik dat meestal mag doen voor Atea. Ja. Om toch te zorgen dat men wakker blijft en erbij trekken. Ja, oké. Okay. Nou, en daar zagen we net een prachtig voorbeeld van. Ja, ja, met name natuurlijk het engeltje wat van, als je nou toch voor een grote kerk gekozen hebt, dan ga je zitten denken van, ja, hoe moeten we de winnaar bekendmaken? Nou, dan kun je weer vragen of de directeur een gouden envelop openmaakt en de naam voorleest. Maar toen kwamen we toch al snel op het idee van, nou, 26 meter hoog een engel naar Nederland te komen, al zingend. Spektakel. Ja, ik dacht het al. Ja. Maar daar hou je volgens mij wel van spektakel, in het gewone leven ook. Want je bent je hebt ook op allerlei andere gebieden smaak gegeven aan de stad en nog steeds. Maar voornamelijk zie ik dat toch wel op jouw cv in de carnavalswereld. Kan jij wat over jouw bezigheden, want je weet, ik heb jou verteld, ik heb er niet zoveel mee. Dus jij moet het mij maar vertellen. Nou, je zei het al op jouw cv. Cv staat natuurlijk voor carnavalsverleden. Oh ja. Dat is natuurlijk al heel duidelijk. Ja, ik ben wel geboren met het carnavalvirus, absoluut. Het zit in de genen. Daar moet je mee geboren zijn. Ja. Nee, dat kan ik niet ontkennen. Dat zal ik ook nooit doen. Ik heb dat van huis uit meegekregen. Het zit in de genen, van de kruin tot de tenen, zeg ik altijd. Voor mij is werkelijk confetti in de aderen, serpentines in het bloed of andersom. Maar mooiste we houden wel van een cultureel mooi feest. Ja. En jouw rol nu daarin, want ik zie jou
als gezicht van een blaaskapel. Het liedje Pluk de Dag zingen. En, dat is al wel een paar jaar geleden, denk ik. Maar, ja. En wat doe je nu nog binnen de carnavals? Ja, muziek maken ben ik mee gestopt. Toch een beetje lastig kregen de laatste jaren van PHPD. Een pijntje hier en een pijntje daar. En dan moet je gewoon een stapje terug doen. Wat pech gehad met wat knieoperaties, maar verder is niet spannend. Scharniertje doen het wat minder goed. Wel heel vervelend. Vervelend, maar ik ben niet ziek. Ik mankeer niks. Een scharniertje doen het niet zo goed. Nou. Ja. Dus we kunnen gelukkig nog een heleboel dingen wel. Antwoord op de vraag, wat doe je nog? Voornamelijk commissieoptochten. De grote optocht moet toch ieder jaar weer veilig en goed door het Kielengat trekken. Ja. Dus als vicevoorzitter mag ik daar al een x-aantal jaren aan meedoen. En een van mijn taken is ook spreekstalmeester op de grote markt. Om het hele spul aan elkaar te lullen, om het zo maar te zeggen. Nou ja, daar heb je weinig moeite mee, denk ik. Dat is leuk. Toch een kwestie van voorbereiden. Ja, ja. Alles is een kwestie van voorbereiden. Het is niets ontstaat zomaar. Nee. Wat zijn jouw ambities? Want het is voor jou echt dat de arbeidsmarktparticipatie zeg maar, op de kaart zetten. Dat is jouw rol binnen Atea. Maar heb jij daar ook nog ambities in voor de komende... Nee, ik denk gewoon doorgaan zoals het nu de laatste jaren gaat. Het gaat goed, de ondernemers de deur open krijgen. Ze weten elkaar ook steeds beter te vinden. Kijk, we zien vandaag Fabian hier. Ja, die brengt dat ook weer over aan collega-ondernemers. Dus we gebruiken ze, niet misbruiken, maar we gebruiken ze ook als onze ambassadeur. Die ondernemers die al goed bezig zijn. Dus dat gaat gewoon goed. Ja. En ambities, ik woon een jaartje ouder, dus misschien is een ambitie iets rustiger aan gaan doen. Ja. Nou ja, maar toch weer die dag blijven plukken. Ja, ja, dat, ja zeker. Ja. En dan heb je ook nog een hobby, zoals je het zelf noemt. Ja, buitengewoon ambtenaar bij behoorlijke stand. Ja, een babs. Babs, ja. En wat betekent dat? Is eigenlijk trouwambtenaar, hè? Ja, trouwambtenaar. En officieel heet dat een bijbaan. Nee, het is een hobby. Een hobby? Ja, ik vind het heerlijk om te doen. Als je met mij over trouwambtenaar begint, dan begin ik te stralen, zeggen ze altijd. Ik vind het heerlijk om mensen die mooie voornemens hebben, om daarbij te mogen ondersteunen. En te zorgen dat het ook werkelijk een feestje wordt die dag. Ja. Ja. En de rest van het leven. Want daar heb ik dan minder invloed op, maar die dag kun je wel degelijk voor hun de dag maken of breken. Ja. En ik zeg altijd tegen bruid en bruidegom of tegen bruid en bruid of bruidegom en bruidegom, maakt mij niet uit. Jullie hebben erover nagedacht, jullie willen trouwen. Zeg maar hoe jullie het willen hebben vandaag. Ja. Ik vind die ambtenaar moet zijn eigen gewoon aanpassen. Dat is wel heel veel werk, hè? Om dat allemaal je in te lezen. Ja, maar het is wel leuk. Ja. Je gaat een avond op huis bezoeken, je gaat een avond een speech schrijven en je bent er wat uurtjes mee bezig. Maar ik zie het als hobby. Heel leuk. En hoeveel stellen in Breda heb je al getrouwd? We hebben 3,5 jaar. Nou, dan even uit de running geweest. Maar normaal zit je toch op 50, 60 huwelijken per jaar. Echt waar? Ja, ja. Oh, dit is een stuk of 150. Ruim. Ja, maar het is leuk om te doen. Ja, heerlijk. Ja. Ik zie nu wel echt de soep aankomen. Ik ruik hem al. Ik hoorde Stevie al druk doen, hè? Wow, dat dan doen we nou met de dames eerst. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Het ziet er goed uit, zeg. Ja, en de soep ook. Dank je. Dankjewel, Fabian. Wil je er nog iets over kwijt? Ja, ik zou zeggen, eet smakelijk. Het is de pompoensoep zoals we besproken hebben. En een lekker stukje brood met kruidenolie eroverheen. Nou, gekant gebak in de oven. Oh, lekkere groenteschipjes erop op de soep. Om het een beetje vrolijk te maken, amandelschaafsel erbij. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. En jij ook heel erg bedankt voor je komst. Hè? Ja, dat je dit voor ons wilde doen. En heel veel succes met Jan en alle man. Dankjewel. En kom snel eens een keer. Zeker. Ja. Kom nog regelmatig. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. Eet smakelijk. Ja. En jij ook bedankt, Tom. Ja, graag gedaan. Voordat ik een hap in mijn mond stop, bedank ik jou. Leuk om wat meer te weten te komen van jouw... bezigheden zo hier in Breda. Ja. En blijf de dag plukken, want ik denk dat dit wat we net gezien hebben, dat het ook gewoon heel erg bij jou past. En te genieten en te participeren in mooie verbindende initiatieven. Nou, blij dat het laatste ook in ieder geval voor jou telt, want je doet als geen ander verbinden. Dus ja, nee, dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. En dit was weer een aflevering van Smaakmakers. En volgende week zijn we er weer. Met weer een smakelijk gerecht. Ik hoop weer zo smakelijk. En een smaakmakende gast. Graag bedankt. En nog een slokje. Zalig. Gezondheid. Dankjewel en proost.